kultur importeres til Norge. Vi har sett det allerede i bybildet med disse treskoene. Vi har fått besøk av en nederlandsk kulturviter, og det Jaap Westerdijk, velkommen. Dette med treskoene først, hva det som ligger bak denne treskohistorien? Ja, eerst ook over die klompen spreken. Wat ligt daar eigenlijk? Wat is er voor achtergrond achter die klompen? Die klompen, we hebben traditioneel voor 100 jaar zijn we altijd een min visueel te geven met de Albanese. Dat is bij veel de stad van de valse. Dat is dan greep in van de samenleving. Ja. Ja, weet je Nederlands doen of? Ja. Was ik zelf vind ik er boven. En we hadden die verbof en een speciaal constructie van het gebruik. Ja, maar ik weet echt al, ik heb een beetje zo duidelijk. Het verzorgen om te spreiden de Nederlandse cultuur traditioneel grappig hebben. Ja, man kan väl säga att näringslivet har satsat medvetet på det här och också på den här träskolan. Vet du med träskolan, hur kommer det fram? Jag kan inte gärna begrepa, men var kommer det vandaan, deze traditie med de klompen? De klompen, de traditie med de klompen, dat var niet de textielindustrie had een generaalstrijk van, ik geloof, dit war 28 jaar. Als ik een samenvatting maak, heb je gezegd, het was een generale staking van de toestel. Nee, een generale strijk. Staking, ja. Van de textielindustrie. Ursprungelijk was het een textielstrijk. Toen als ik had van veel leuk is, dat ben ik het recht. Begrijp je ons af? Meer ontruim, meer ontruim, meer verkeerd om gaan. Ja, det är alltså Maria och Klaus. De har sen de åker en skulptur. Ja, de har liksom som kläder på sig och så säger då Maria till Klaus att hon har cancer. Hvis han ska med ett ord beskriva nederlandsk kultur export de senaste åren. Woord te zeggen wat het Nederlandse kunstimport of cultuurimport geweest is in de laatste jaren. Eén woord. Eén woord. Het woord. Gaafd krijgen. Wat is gaafd krijgen? Gaafd? Want die keu, bra, super. Zegt in Frans, zegt in Duits of in Frans? Ja, also die het krachtige truc. Dan denk ik het super bra.